leuke nieuwe weekvlog. Ik ben heel blij dat ik weer kan filmen voor jullie. In deze week ben ik ook wel een aantal dagen thuis. Dus er kijk ik enorm naar uit. Omdat ik ook wel een hele shift al vandaag aan een stuk werk. Maar goed, dat terzijde, vergeet zeker niet te abonneren, dat duimpje omhoog te doen en me te volgen op Instagram. Dat zou ik heel fijn vinden. En dan gaan we maar eens gauw aan de slag in deze weekvlog. Ik heb mij daarnet helemaal fris gewassen. Heel fris en fruitig. I love it. Meestal doe ik dat s'avonds. Maar gisteravond had ik daar helemaal geen behoefte meer aan. Ook omdat ik vandaag een late werk dacht ik van ja, weet je, het maakt niet zoveel uit. Ik ga morgen gewoon, morgen vroeg, lekker douchen. Dan voel ik mij gewoon een hele dag fris. Dat is mooi meegenomen. Dus dat. Ik ga vandaag even mijn kleren laten zien aan jullie. Omdat, ja, ik vergeet dat heel vaak. Net dan doe ik het soort van shoplog dingen. Ik ga deze lange mouwshirt aan doen van Dolce Bella in een maatje small. Dus van de Action, by the way. Dan deze trui eroverheen van de Primark. Dat is in een maatje 38. Echt dat wel van een aantal jaren terug, dus ik denk niet dat ze die nog gaan vinden. Hij is wel een beetje kapotjes aan het gaan. Ik ga dat denk ik een beetje knippen, subiet bij knippen. Heb ik ook al een paar keer aan deze trui moeten doen, maar zolang die nog redelijk sava is, hou ik die bij en draag ik die gewoon veel. En anders gooi ik hem wel weg na een tijdje. Maar deze trui dus op het moment. En dan een lange zwarte broek, zo flair. Meerachtig, of hoe moet ik het zeggen, uitlopende pijpen. Van Large Sport, want dat is een legging in de maat large. Wel, het is een soort van sportlegging meer. Maar ik gebruik het meer als gewoon comfy, nice flarebroek. Hoe dat je het allemaal wil noemen, die trends. Dus dat, ik ga me eventjes gaan omkleden. En verder moet ik nog even de andere weekvlog de laatste dingen editen van zondag. En dan kan die ook al online gezet worden voor morgen. Want die komt dinsdag online. Morgen allemaal. Het is ondertussen al dinsdagmorgen. Ik heb gisteren echt niet veel gevlogd. I'm sorry. Ik moet er echt helemaal nog in komen. Ik ga nu lekker ontbijten. Vincent is nog lekker turn-out. Maar ik heb een dagje vrij, dus ik dacht ik ga lekker op mijn gemakje opstaan. Het is denk ik 8 uur nog maar. Echt nog veel te vroeg, maar ik val echt niet meer in slaap. Ik heb er nu al ontbijt in die afwas, want er staat echt mega grote afwas op mij te wachten. Ik kijk naar die nog altijd even terugkruipen ofzo, dat ik dan terug iets moe ben ofzo, weet ik veel. Goed, wat wil ik proberen van de week? En vorige week nog hebben jullie mijn boodschap gezien en had ik deze wafels mee om te roosteren. Dus nu ben ik eens benieuwd hoe dat dan moet. Ik ga even een rooster pakken. Oké, goed. Op 2 minuten. Je kunt het ook in de oven doen, maar dan moet je 3 minuten precies. Platen bevroren. Bevroren in de toaster. Middenstand gebruiken, 2 minuten. Laat de wafel 1 minuut rusten alvorens op te eten. Oké. Ik ben heel benieuwd. Meen jullie? Het is over de verpakking. Ik kan er 2 uithalen. Het ruikt heel goed. Er is wel wat in. Ja, het ruikt echt naar iets van vroeger. Ik herken het niet echt. Ik kan er eerst. Zou ik ze alle 2? Ik kan er eerst maar 1 in steken. Om te zien wat het zegt. Ik hoop dat dat een beetje lekker is. Ik denk dat ik er een tellen op ga doen. Dus. Amai. Het ruikt wel fameus. Goed. Ik toch eventjes aan het wachten ben op mijn wafel. Zal ik eventjes een afwas laten zien. Het is echt een zooi.
En dit gebeurt eigenlijk nooit bij ons. Alleen als ik een later heb gehad en nadien eten we nog, dan is dat zo. Maar anders nooit, omdat ik dan geen hoesting heb om nog om 9:30 of zo te staan afwassen. Daar heb ik echt geen behoefte aan. Dus look at this. Oh my god. En moet ik helemaal op mijn eentje fixen. Ja. Let's go, sweet. Ik ga eerst lekker schmikkelen van die wafel. Ik heb hem besmeerd en nu de eerste indruk. Echt ja, dat krokante en toch ook zacht. Nou. Echt lekker. Wow. Ja, echt een aanrader. Zou ik zien. Voor ook een snel ontbijt of zo. Als je niet in de dingen moet er niet naar kijken, dan springt eruit. Smeert er iets op, oftewel eet het zo droog en je hebt gegeten. Fantastisch. Ik ben net klaar met mijn video opmaken over mijn thumbnail. En dit was mijn setup. Eigenlijk een beetje achter de schermen. Al de rommeltjes die jullie eigenlijk nooit zien. Zien jullie nu dus wel in mijn vlog. Omdat ik dat denk ik ook wel het eerlijkste vind of zo tegenover jullie. Want jullie zien alleen maar een mooi beeld. Terwijl dat heel vaak gewoon niet zo is. En dat er heel veel meer bij komt kijken dan dat jullie denken. Dat is niet gauw gaan we een videootje opnemen. Vroeger dacht ik wel er zo over. Maar dat is echt niet. Als je echt goede content wilt en dergelijke dingen. En dan duurt dat gewoon langer. Dan moet je nadenken. Hoe ga ik dat doen? De positie. Waar ga ik het filmen? Hoe ga ik het filmen? Dan inderdaad de thumbnail maken. De edits van de video. Dus het is echt niet zo makkelijk dat iedereen denkt. Maar het is een enorm leuk proces dat je dan uiteindelijk die video online kunt zetten. En de andere mensen ervan kunnen meegenieten. Dat is gewoon echt ongelooflijk fijn. En ik krijg echt een honger tijdens de video ook al. Gewoon mijn maag van zijn toeren te maken. Ik ga gauw eerst schermopname, wow. Het zat heel diep. Mijn schermopname even controleren. En dan... daarna ga ik denk ik niet echt eten. Ik weet niet hoe laat het ondertussen is. Wat is het maar 11 uur. Dan heb ik nog een dik uur om misschien al wel alles op te ruimen en een beetje te editen. Ja, want wat geëdit is geëdit. Want er komt... Aanstaande vrijdag online, dus als deze vlog online staat, staat de video ook al online. Dus ga die zeker kijken. Oké, goed. Ik zit weer in de auto. Ik heb echt geen goed om auto te rijden eigenlijk. Maar ik moet wel. Ik ben mijn gsm namelijk vergeten bij mij thuis. Ik vergeet altijd wel iets, maar ik heb het echt gehad. Echt. Ik weet echt niet hoe dat komt, maar hoe kun je gsm zelf vergeten? Ik weet dat ik van alles weer bij heb. Van oplader en schoenen van Vincent. Die ik al een aantal keren te laten staan, maar... Elke dag is dat wel iets en dan denk ik, godverdikke toch. Goed. Weer een half uur heen, weer een half uur terug. Maar ja, er zijn erger dingen op de wereld, vermoed ik dan. Ik ga lekker rijden. Nou, ik zou zeggen muziek vol een bak, maar dat kan wel moeilijk gaan. Hey, goed, het is op het moment al woensdag, al 4:30 ondertussen. Ik heb van de voormiddag gewerkt en ik kom net thuis van bij mijn ouders. Ik ben een tripje gaan wandelen met mijn hond, want het is echt bangelijk goed weer. En ik heb dat twee pakketjes laten leveren. Dus ik ga die eventjes soort van unboxen voor jullie. Ik heb al wel gezien wat het is, maar voor jullie is ook wel leuk. Goed. Ik heb dus besteld bij Dille en Camille. Namelijk Sarah.
3 van deze, ik weet niet dat jullie het goed zien, maar 3 van deze fotolijstjes, van die dubbele fotolijstjes, voor foto's, of course, in te doen. Maar we hebben er 2 paar voor mijn boeken en vlokken en 1 paar voor zijn familieleden. Allee. Dus dat is dat. En dan heb ik nog van alles. Allee, nog iets. Het is echt een mega grote doos. Ik dacht echt, wat is dat? Maar dat zijn namelijk schoenen. Yeah. En welke schoenen? Namelijk sneakers. Of toch niet echt. Het zijn zelf echt een stalen tip. Dus het is wel wat gewicht dat er aan hangt. Maar het is wel echt safe voor het werk. Ik doe namelijk heel vaak mijn tenen pijn. En ja, deze is echt gewoon precies een sneaker. Maar toch een veilige sneaker. Dus hier was ik op naar aan het zoeken. Dus hier heb ik er dan een paar van. En dan zat er nog een catalogus in, maar die ben ik thuis vergeten. En dan zat er nog dit in. Oh, dat is wel handig. Zo'n schriftje. Dat is wel handig voor boodschappen of te schrijven of iets. Vind ik nice. Goed. En dan nog. Wat is dit? Al de nieuwste items denk ik van de zomer. ABC. Dus. Ja, ik ben wat euro's armer, maar ook wel wat dingrijker. Dus dat is hoe dat je het wilt bekijken. Goed. Wat ik wou vertellen is, Vincent is nu een toertje gaan wandelen. Ik heb dat er straks al met ons mama. Ik had echt niet veel goesting om te wandelen, maar Vincent zit een hele dag stil op een bureau. Dus hij had goesting om toch wel iets te doen. Ik ga bij daarom, hij is wil ik wel een uurtje zeker weg, ga ik mij lekker verwennen. Ik ga gewoon even een me-time doen. En ik ga een maskertje opdoen. Ik heb namelijk maskertjes. Ik zal ze even laten zien. Een tijdje geleden van een vriendin gekregen van een van de betere kameraden van mijn vriend dan. Heel moeilijk uitgelegd. Maar ik had zo 7 days mask set. Make my week. Deze. En ik heb er hier echt op datum. Allee, op dag allemaal. Dus ik kan de verpakking eens even open doen en eens zien. Even zien. Ah, Vinci is al vertrokken. Ja. Ik moest even iets doen in zijn garage. Dus wat. Ik ga even eens zien welke masker ik ga aandoen. Want op zich mijn huid, daarom wandel ik even naar hier, is hier redelijk oneffen. Hier redelijk wat pukkeltjes eigenlijk. Heel eerlijk gezegd. En hier ook wel. Op mijn neus is het ook wel redelijk. En hier van boven een beetje. En hier. Maar over het algemeen, ça va nog wel. Ik draag ook elke dag op mijn werk namelijk een mondmasker. Dus het kan ook niet anders dan dat ik er iets of wat last van heb. Ik vind dat zo moeilijk om mijn camera goed te zetten. Dus het is normaal ook dat ik last heb van acne, denk ik dan. Ik dacht ik ga mijn gezichtje. Ik moet echt een goede skincare vinden. Ik had wel producten waar ik naar greep en zo, maar ik hou nooit echt mijn skincare intensief vol. Ik weet niet wat dat komt. In de winter heb ik dat nooit zo. Dan heeft je huid dan niet nodig, die voeding, ook body lotion. Hè? Dat is iets dat ik gewoon zelden smeer. Enkel in de zomer durf ik dat wel wat meer te smeren, om je huid dan te beschermen tegen de zon en zo. Maar ja. Wat een verpakking allemaal tegenwoordig. Oké. Het staat er wel een heel klein op. Oké. Dat heb ik dus echt.
echt wel heel fijne kleurtjes eigenlijk. Echt heel fijne kleurtjes. Goed, dan Make My Monday. With ginger extract en plant basis. Staat het toch in het Nederlands? Gember extract en plantaardige aminozuren. Ja, maar dat staat niet op van een geurtje of... Nee, dat staat er niet op. Dinsdag is... Vitamine E. Vitamine E, dat zal wel een kans hebben, denk ik. En dan... Woensdag, glycerine en hyaluronzuur, peren en groene thee-extract. Dat is ook wel nice. Donderdag. Nederlands. Shea butter, macadamia notenolie, aminozuren en vitamine E. Is donderdag. Dan heb ik vrijdag. Hier staat op lychee, gember, kokos, vitamine B3, B5 en E. Dat is deze. Dan hebben we zaterdag. Chia butter. Dit. Deze vind ik ook wel een mindere. En de zondag. Wow. Diverse natuurlijke oliën, zoals macadamia en jojoba. Plantenextracten als agave, tequilana en Indische lotus sluiten jouw weekend perfect af. Dus het is precies wel echt een masker dat je moet... Precies wel een masker dat je... Ja, met aansmeren. Oh, ik had eigenlijk gehoopt dat het gewoon een... Hoe noemt dat? Gewoon een klaargemaakmasker was dat je gewoon moet aanbrengen. Gewoon moet je afhalen. Ik weet het niet echt. Ik ga het eens eventjes bekijken en dan zie je wel welk masker het wordt. Ik hoop dat jullie mij zien. Ik heb gewoon voor de woensdag gekozen. Ik vond dat de eerlijkste. Maar zo... Ik heb het net open gedaan en ben aan de badkamer gelopen, want het is dus wel zo'n mask. Oké, oh my god, hoe de hel moet ik dat hier? Het heeft die goed gaan krijgen. Het is echt. Dat is echt zo lang geleden, een mask. Oh my gosh. Lekker kou. Nu ben ik echt eens benieuwd of mijn lichaam... Het maakt op zich niet zo heel veel uit dat hij mijn haar is, want... Ik kan mijn smiet al wassen. Oh my gosh. Ik weet eigenlijk ook niet hoe lang. Da-da-da. Oh my god, dit voelt echt raar. Het is echt mega lelijk dat ik zo'n masker aan heb gehad. Oké, ik ga eens even zien hoe lang ik daar. Kwartier tot 20 minuten. Are you kidding? Oh my gosh. Peren en groene thee extract. Ik weet niet, maar ik raak het toch niet. Oké, ik zie jullie over een kwartiertje terug. Ik heb even tijd daartoe verloren. Ik denk dat ik het echt al een dikke 20 minuten en al een uurtje zelfs. Misschien 50 minuten heb gehad. Ik ga het er gewoon lekker afhalen. Oh my god.
Oké, en dan zie je heel veel mensen dat dan ook zo e-mails zeggen. Dus laten we dat dan ook makkelijker doen. Oh my gosh. Dit voelt echt heel glibberig in. Heel waar, eerlijk gezegd, omdat ik dat al meer lang niet meer heb gedaan. Ik ga nu lekker douchen en even deze gewoon nog laten intrekken en dan zit het onder de douche, spoel ik het eraf en dan dan heb ik lekker genoten. Ik heb een beetje meat aangepakt en genoten. Spiet een kopje koffie, een kopje thee drinken nog. Met koffie moet ik nou niet meer doen, anders slaap ik niet meer. Goed, ik heb ben net terug van de Lidl en ik heb redelijk veel gekocht en dan kunnen we ook wel een hele tijd tegen. Namelijk twee pakken appels, croissants, mini pizza's, gewoon eens als hapje of extraatje voor een tv. Dan zalmfilet, verse. Die ga ik wel in de diepvries steken. Dan witte beuling, omdat ik dat mega lekker vind voor 's middags. Mozzarella. Brie. Dan heb ik nog scampi's. Voor van de week pasta met scampi's te maken. Dus. Dan heb ik ook nog een kabeljauwburger gekocht. Fishcakes. Boeren chipolatas, de lagen de gewone en de boeren. Ik dacht ik ga de boeren eens uittesten. Dan mijn faves kip krokantjes. Wortelen. Diepvries frieten. Viandello, maar van het goedkope merk, want die vinden wij gewoon alle twee effectief echt lekkerder. En deze zijn gemaakt voor in de oven, de friteus en een airfryer. Dus dat is echt mega nice. Rode kool. En ham. Voor de rest wou ik eigenlijk nog bloemkool diepvries mee pakken. Maar echt qua diepvriesgroenten vond ik het eigenlijk minder deze keer. Dan heb ik nog een zak, maar ik ga deze eerst allemaal inlaaien in de frigo. En dan zien jullie mij terug. En dan heb ik tulpjes gekocht van die gele voor een beetje een paasgevoel te creëren in ons huis. Want we hebben eigenlijk niks paasdecoratie. Lekkere chocolade wafeltjes. Ik heb mini suikerwafels voor Vincent bij. Ik heb twee ciabatta broden bij. Ik heb bonen bij. Sperziebonen, ik vind dat geweldig lekker. Ik heb eikens bij. Ik heb wederom drie pakken van dit bij, want het stond in de korting. Het was maar 50 cent voor vier keizerbroodjes. Dus ik heb weer wat. Ik heb casual noten, maar wel gezouten. Ik weet niet of dat goed is, want Vincent deed dat bij ons thuis niet. Dan frituur of fritchips. Paprika. Dan drie van deze baguetten, die stonden ook in korting. Een gembertje, om gemberthee te drinken. Dan heb ik twee van die chupa chips. En dat zijn Crazy Dips. Ik vermoed dat dat dan zo knettert. Allee, ik hoop dat toch een beetje. Ik heb er twee met de cola smaak bij. Eén voor mij en één voor Vincent. Dus ik ben eens benieuwd. En dan heb ik nog kaascrackers, omdat ik tegenwoordig enorm fan ben van alles met kaas. En dan heb ik als laatste nog een kilo suikerkontjes. Dus dat zijn mijn boodschappen. Ik heb even een lunch gemaakt, of ja, eigenlijk wel gemaakt. Ik heb namelijk van die witte beuling en appeltjes gekookt. En dat ga ik lekker opsmikkelen. Met een broodje dat nu nog in de airfryer zit. Bon appétit. Morgen allemaal. Het zonnetje schijnt heerlijk. Oh, ik vind het fantastisch dit. Wakker worden met het zonnetje en de vogeltjes. Enorm gemist. Oké, het is vrijdag. Ik heb vandaag en morgen ben ik thuis. Dus ik heb weekend op het moment. En we hebben een logé.
namelijk mijn kleine woofie. Boemetje! Hey, chat! Ja, dag liefje. Oh. Hij heeft echt super, super lief geweest. En super flink geweest ook van de nacht. Dus hij heeft echt super goed gedaan. Ik ben echt trots op mijn kleine fluff. Hè? Ik heb een beetje productief geweest van de voormiddag en een beetje chill geweest van de voormiddag. Ik heb namelijk gestreken. Ik ga dat zo opruimen. Nu is dat genoeg afgekoeld. En een beetje op mijn computer bezig geweest. Ik heb ook wat op mijn... ik heb mijn camera niet goed vast. Nog wat op mijn gsm op YouTube liggen kijken. En ik heb al een tripje gaan doen met een boomer samen met Vincent. Maar ik wou ook een grotere trip doen, maar ik weet echt gewoon niet. Hier in de omgeving is het niet zo op. En wat ik ook nog eventjes wil laten zien, zijn namelijk mijn tulpen. Wait and see this. Zie, hoe mooi zijn die. Die hongen eerst echt mega schuin. Die hongen echt overdreven zo. Maar nu staan ze mooi recht. Dus ik ben er echt helemaal verliefd op. Hoe mooi is dit. Ik ben net even langs onze plaatselijke juwelier gereden om te zien of hij mijn horloge kan fixen. Hij is er niet, dus het zal voor een andere keer zijn. Wat wou ik nog even zeggen? Ik heb er eigenlijk nog niet over, dieper over ingegaan, maar over heel het gebeuren, pandemie, alles eromheen. Ik probeer mijn emoties er eigenlijk niet, of mijn mening niet te uiten. Ik heb de degelijke mening. Ik uit dat niet, of toch zo weinig mogelijk. Ik ben niet echt gewild hier precies. Ik weet niet hoe licht het is, maar ik heb me net binnen geparkeerd. Wat ik wou zeggen daarnet is dat ik eigenlijk nog nooit mijn mening heb geuit op YouTube of op Instagram over heel de pandemie. Ik doe dat ook bewust omdat ik het een beetje safe wil houden. Gewoon om het een beetje safe te houden. Ik heb inderdaad wel een mening en een visie, maar ik deel die inderdaad niet. En dat is misschien ook een beetje mijn probleem van mijn account, kanaal. Dat ik niet op alles zo open ben. Maar dat is eigenlijk gewoon een beetje om mij safe te stellen. Wat ik ook wou meedelen of zeggen is namelijk... waar ik dan wel kwaad van word. Dat wil ik dan wel heel eerlijk zeggen tegen jullie. Ik word heel kwaad dat ik dan op het nieuws... in België is het weer verstrengd voor de mensen die het niet weten. Maar het is dus verstrengd terug. Dat er dan zoveel jongeren op de weg... En de politie gaan bekogelen. Why? Waarom doet jullie zoiets? Het is voor niemand. Voor niemand lukt. Voor geen ene leeftijd. Ene persoon in heel België is dit niet leuk. Maar ja, dat vind ik gewoon een beetje moeilijk. En ik vind het ook moeilijk om nu mijn mening een beetje daarover te uiten. Maar ik vind het gewoon, het gaat gewoon allemaal een beetje te ver. En ik ben het ook wel echt moe aan het geraken. Gewoon al dat geweld. Geweld heeft nog nooit geholpen. En dat gaat ook nu niet helpen. Dus ja, stop er gewoon mee. Ik weet dat jullie toch niet naar mij gaan luisteren, maar ik vind het gewoon een beetje moeilijk. Ik vind het een heel moeilijke situatie en heel moeilijk om over mijn mening over te uiten. Maar goed, ik ga mijn horloge maar terug mee naar binnen pakken, want anders blijft hij maar in de auto liggen. Ik heb nog een pakketje, by the way, van Lens Online. Echt. Dat is echt een top service daar als je lenzen nodig hebt. Lens Online. Echt op Instagram, telefonisch. Ze helpen nu allemaal direct en supergoed. Dus dat wou ik eventjes zeggen. Dat ik dat gewoon heel jammer vind dat ik dat opnieuw zie. Dus dat terzijde. Dat was eventjes een klein stukje van de video.
daarover en verder gaan we het nu gewoon happy. Het is weekend. Dus ja, trouwens wat ik aan heb, deze truikje, pardon, deze vest of blouseje of hoe je het wilt noemen, jasje, is namelijk van de Shein en de rest heb ik al laten zien aan jullie van de week. Dus ja, ik ga lekker koken. Het is intussen al zaterdag. Ik heb echt heel de voormiddag thuis moeten blijven stand-by, want ik moest stand-by zijn voor mijn vader. Ik heb ondertussen al een video gefilmd. Wow. Ik heb net ook al een video gefilmd. En nu weet ik zo niet goed wat ik moet doen. Ik heb ook kleding te koop gezet. Die video komt namelijk volgende week online. Dus de vrijdag, wanneer jullie dit zien, de vrijdag, komt die video online. Ik moet die nog wel helemaal editen. Deze vlog moet ik ook nog een beetje afediten. Maar ik heb echt geen zin in te editen. Dus dan moet ik dat ook echt niet doen. Want dan ga ik van niks tevreden zijn wat ik heb geëdit. Dus dan moet ik dat gewoon vanavond doen. S'avonds heb ik meestal meer zin in om al die dingen te doen. Ik heb ook een beetje paparazzenwerk weer gedaan. Want dat blijft ook altijd maar liggen. En ja, morgen moet ik terug werken. Alleen maar een korte dag wel. Maar dan moet ik even zes dagen werken. Opeenvolgend. Dus dan heb ik niet veel tijd en goesting om al dat paparazzen weer te doen. Dan heb ik meer goesting om gewoon, als ik thuis kom te koken, een beetje strijken eventueel. Maar paparazzen werk zit er dan niet in. Laat het me zo kort zeggen. Oké, het is ondertussen zondag. Het is al half zes bekend. Ik heb echt weer helemaal totaal vergeten te vloggen vandaag. I did it again. Maar dat maakt niet uit. We hebben nog een hele avond. Dat ik jullie ga meenemen. Ik kom net van mijn meid thuis. En bij Vincent thuis. Even langs geweest. Vincent is met de fiets. En die is weer aan koersen vandaag. Maar hij blijft redelijk lang weg, vind ik. Hij blijft echt redelijk lang weg. Normaal sta ik hier 2 minuten of 5 minuten max en nu is ik. Maar nu sta ik hier echt op een kant 10 minuten. Maar goed, zo. Anders. Ah, dat hoofd een duvel spreekt. Hij is aangekomen. Knappie!